Winkeliers in het centrum van Zeewolde geven voortaan met speciale borden aan dat bezoekers welkom zijn. Om de stijgende energieprijs het hoofd te bieden, kiezen zij ervoor tijdens openingstijden hun deuren gesloten te houden. We kennen het allemaal wel, de winkelstraten waarin de winkels alle deuren open zijn, alle warmte naar buiten gaat. En wellicht een aantal jaar geleden dan viel het mensen wel op, maar hadden ze zoiets van, nou ja, weet je, het kan allemaal nog. Want energie kost niet veel geld en we hoeven het niet te verduurzamen. Maar dit is echt een andere tijd, zeg maar. En steeds meer mensen vragen zich af, van waar zijn die deuren open in de winter? En je ziet op een gegeven moment ook gewoon ontstaan dat ondernemers ook willen kijken van waar valt de besparing te halen. Nou, dit is een van die zaken. En dan is het gewoon mooi dat we in het centrum proberen dat op een uniforme wijze te doen. Ik had het bij een collega gezien in Meppel dat ze dat deden. Dat sloeg heel erg aan. En toen hoorde ik van Wenda, nou, de gemeente is eigenlijk ook al bezig met dit. Dus laten we dit gemeenschappelijk oppakken. De gemeente heeft voor de winkeliers speciale bordjes laten maken. En een groep van Christian Huygens werd vrijdag bereid gevonden ze uit te delen onder de winkeliers. Nou, supermooi. En dan mag ik er eentje van jullie ontvangen. Ja. Dankjewel. Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat we een signaal geven dat we echt wat moeten doen. Het blijkt ook dat we hiermee 37% energie besparen, in ieder geval de ondernemers. En ik denk niet alleen belangrijk is voor het milieu, hè, wat ook een belangrijk iets is, maar ook gewoon qua kosten, zeg maar. Ik denk dat de ondernemers daar echt mee geholpen zijn om deze acties te doen. Ja, ik denk dat het van groot belang is. Er is natuurlijk een drempel om de deuren dicht te doen. Dat geldt zeker voor ons soort branches. Maar ik denk dat het maatschappelijk belang ook gewoon dusdanig groot is dat je signaal af moet geven, jongens, deuren dicht. Spaart ons in de kosten, maar het is ook een heel goed signaal van dicht.